Een ruft laten in het bijzijn van je lover, dat moet gewoon kunnen, vind ik. Maar ik ben wel benieuwd hoe mannen erover denken als deze lucht het lichaam niet verlaat via de achterkant, maar via de voorkant. Ik heb het natuurlijk over het vrouwelijk ongemak pussyfarten. Weet jij hoe een pussyfart klinkt? Nou, zo dus. Hallo meneer, weet u wat pussyfarten is? Nee. Nee. Pussyfart, nee. Een poes infart? Nee, niet een poes infart, maar een pussyfart. Pussyfarten? Ja, nee, geen idee. Ik kan wel een clipje laten zien. Er komt nog even iemand bij. Like this man, you know. Wat gebeurt er nou bij u? Er is gewoon een hele boner in zijn broek. Hij is er in ieder geval fan van. Vindt u het mooi? Nee. Ja, ik vind het niet heel chill eruit zien. Het is namelijk gewoon een vrouwelijk ongemak, het gebeurt. En wat is het dan? So basically is when the penis enters the vagina several times in and out, accumulating air inside and then it gets released with a fart noise. Dat is zeg maar de wetenschappelijke onderbouwing. Heeft u wel eens ervaring daarmee gehad, een kutscheet? Ja, het is al eens gebeurd, ja. Ik heb het wel eens mogen ervaren. Hoe vond je dat? Ja, oké. Ja, tuurlijk, hè. Als die nat wordt, dan ja. Hoe klonk het een beetje? Nou, een klap bij helder hemel, hè. Oorverdovend. Ja. Ja, daar ben ik nog kapot van. Ja, de vallen verschillende geluiden. En vindt u het aantrekkelijk of vindt u het echt een turndown? Even kijken, wat zal ik ervan zeggen? Nou, voor mij mag wel, maar leuk is niet. Ja. Gewoon middelmatig. Kan gebeuren. Is menselijk. En hoe denkt u dat het ruikt, bijvoorbeeld? Nou, ruiken niet. Een klein beetje, ja. Nee, helemaal niet. Ik ben altijd druk bezig, dat ik ben mij niet met je mee bezig eigenlijk. Denk het niet. Nee, valt mee. Heb je het wel eens geroken? Nee. Ja, ik leef al een beetje in een fantasiewereld. Nou ja, uit de kutschetjes kunnen ook in je dromen voorkomen, zeker, natuurlijk. Zeker. Nee, ik onthoud mijn droom niet zo vaak. Want ik blow veel, blow af en toe. En hoe denkt u bijvoorbeeld dat het klinkt? Ja, altijd anders. Kunt u het eens proberen, het geluid? Nou, dat zou ik nooit na kunnen doen. Something like that. Maar heeft u een tip voor, want mannen die doen er eigenlijk altijd een beetje panisch over. Nou, ik denk dat een man gelijk homo wordt als hij dit ziet. Ik zweer het je. Ja, gewoon homo worden. Ben ik het mee eens. Ja. Tot ziens.